Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Kart. Nee, Mario Kart 8, deluxe versie zelfs. In deze aflevering gaan we de Shell Cup doen, het was een lekker soepele intro. En in de Shell Cup hebben we Moo Moo Meadows en nog drie andere banen, in ieder geval allemaal retro tracks. En dat is wel leuk, kunnen we misschien een beetje over retro tracks hebben. Er komen natuurlijk allemaal nieuwe banen in, dat zullen jullie in deze serie verder ook gaan zien. Dat zullen over het algemeen volgens mij alleen maar retro tracks zijn. En dan zeggen ze dat Mario Kart Tour ook een retro track is. Nu weet ik niet of ik het daar helemaal mee eens ben, maar gaan ze dus ook banen uitpakken. Deze is wel echt mooi geworden als je het vergelijkt met de originele van de Wii, is geloof ik de originele van deze, van de Moo Meadows. Zo. Er is één baan, want ik heb natuurlijk volgens mij in een van de vorige afleveringen al gezegd dat ik graag Wario Colosseum van de Double Dash terug zou willen zien. Dat is zeker waar. En als tweede wil ik graag Yoshi Falls. En daar zit eigenlijk wel een verhaal achter. Want Yoshi Falls is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo'n hele interessante baan. Vooral een korte baan en gewoon rond. Alleen, dat heeft wel een speciaal plekje bij mij, Yoshi Falls. Ik heb namelijk Mario Kart DS heb ik heel veel gespeeld. En op Mario Kart DS, daar kwam Yoshi Falls voor het eerst in, had je natuurlijk ook time trials. En ik ging tegen mijn vader elke keer proberen een betere tijd neer te zetten. Toen hadden we op een gegeven moment zo'n... Elke keer verbeterden we elkaar, zeg maar. Dus hadden we op een gegeven moment zo'n goede tijd neergezet. Dat je echt denkt van, hoe gaan we dit ooit nog verslaan? En zo gingen we elke keer tegen elkaar, zeg maar. Dus dat was wel leuk. En dat weet ik nog. En ik weet ook dat we op een gegeven moment met pech stonden in Italië. En dat duurde ongeveer 3 uur voordat we überhaupt van de snelweg afgehaald werden. En daarna moesten we echt nou 5 uur of zo wachten bij een garage. En toen was ik dus ook aan het spelen. En toen heb ik ook een keer een hele goede tijd neergezet. Ik weet niet of ik, als ik die game nog ergens kan vinden of dat er allemaal nog op staat. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Het zou wel heel erg leuk zijn om daarnaast te gaan kijken en te proberen te verbeteren. Oh, ik bedenk nu wel dat ik hem weer op 60 fps heb staan. Ik weet niet of ik dat tussendoor kan aanpassen. Oh, misschien wel. Nee, ik kan het niet aanpassen. Nou. Een iets minder kwalitatief gezien mindere aflevering. Ik vergeet elke keer dat te doen bij Mario Kart. En ik snap ook niet waarom gewoon de kwaliteit niet gewoon goed kan zijn, 60 fps, maar ja. Dus het zal er iets minder gelikt uitzien, deze aflevering. Maar ja, daar zijn jullie inmiddels al achter. Jezus. Ik ben die draaibowser alleen maar aan het hitten de hele tijd met of zijn items alleen maar de hele tijd aan het hitten. Nogmaals, ik ben benieuwd welke tracks jullie hopen dat geremade worden voor de 48 nieuwe banen die we gaan krijgen. Ik vind het leuk dat ze er tourbanen in doen, want ik heb tour ook even gespeeld, maar ik hoop niet dat ze daar te ver mee gaan, zeg maar. Dat het bijna alleen maar tourbanen wordt, want dat hoeft voor mij niet. De Shy Guys Bazaar mogen staat ook wel remaken, die is ook wel leuk. En je hebt op de Wii is dat volgens mij ook zo'n ijsbaan, maar dat is volgens mij is dat al een retro track van een 64 baan, maar die is ook wel vet. Ik weet alleen even niet hoe die heet zo, maar die blijft me ook wel vet om te remaken. Nee, je zou bijna zeggen dat ze alle banen nog kunnen remaken, maar...
Goed. Het gaat in ieder geval goed. Next raising. Cheap, cheap beach. Zit Peach Beach eigenlijk in deze game? Want als Peach Beach niet in deze game zit, of Daisy Cruise, ik ben het namelijk vergeten, dan zijn dat zeker twee banen die terug mogen komen. Van Double Dash mag voor mij alles erin. Ja, misschien de Bowser baan is wat minder van Double Dash. Zo. Ja, dit vind ik op zich ook wel leuke baan. Sowieso die summer vibe, zeg maar, daarom vind ik Sunshine ook zo'n vette Mario game. Daar hou ik altijd echt van. Dat vind ik altijd nice. Het is altijd mijn favoriete map zo. In Odyssey en in Galaxy heb je ook van die. Ja, Beach Ball Galaxy bijvoorbeeld in Galaxy en die ene map in Odyssey, dat zijn altijd wel mijn favoriete mappen die een beetje zo rond het strand geteamd is, zeg maar. Daar hebben we alweer de laatste lapping. Oh jee. Oeh, hij miste me. Nou, hij miste me niet. Het zat alleen een vertraging in, maar hij miste me niet. Booming. Wauw, ook dat nog. Oh, en ik krijg nu de toeter. Natuurlijk. Oh, ik ben ingehaald. Nee. Ik ben ingehaald. Lekker voor je Koopa met je vuile gezicht. Hotse flots. Next. Lekker monstertje erbij. Is altijd goed, hè? En Toad Turnpike. Dit kan zomaar eens een 3-star gold worden. Dat zou mooi zijn. Mario Kart 8 Deluxe Gold Run. Volgens mij is dat de eerste keer deze aflevering dat ik hem helemaal goed zeg. Oh, en ik zeg hem niet eens helemaal goed, want ik miste de 150cc ding erbij. Oké, dat was een slechte keuze om daarboven langs te gaan. Ik heb een toeter. Auw. Kijk wat snelheid, daar hadden we wat aan. We nemen de binnenbocht, wou ik zeggen. Oh, dit is nice. Net langs die bus. Oeh, nice. Dan gaan we nu de laatste turn in.
Zo, mooi eromheen. Ik zag nu voor het eerst was die borden met die glider erop staan. Dat was wel grappig. En een helikopter, wil je? Hoe doet hij zo laag bij de grunting? Zoals Sander zou zeggen. Dat is een lege autoweg opeens. Normaal is het hier altijd tand te vol. Oh. We hebben hem 100% 3 sterren. Hotse vlot. Ik hoop dat jullie er iets van konden zien. Want ja, 60 fps, dat wil deze game niet zo graag. Maar goed. Dan was dit, als het goed is, alweer de aflevering. Krijgen we nog die mooie cup te zien die wij hebben verdiend. De Shell Cup. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je heel graag weer bij de volgende aflevering. En dan wel 30 fps. Adios, amigos.